Ze staan zo dichtbij. We kunnen bijna Tuffy aanraken. We zijn allemaal zo dichtbij. Maar net niet. Yo kijkers van Tuffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Prison. Hier op de play.primemc.org server. We gaan vandaag weer lekker verder. Mensen, met The Prison heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw, abonneren, welkom. Je ziet hier allemaal mensen staan. Ik heb even voor de opname uitgezet dat ze niet op mijn plot kunnen. Omdat ze natuurlijk anders de hele tijd voor me gaan staan of voor mijn kist gaan staan. Als ik ooit iets eruit wil pakken of wat dan ook. Dus vandaar, zodra deze opname voorbij is, kan iedereen op mijn plot. Kan iedereen weer bij de shops, wat ook allemaal. Maar het is puur even voor de opname dat het eventjes goed is hier. En mensen voelen even in de chat. Dus vandaar dat er een beetje spam misschien helemaal gaan is, wat dan ook. Maar goed, daar kan ik verder nu niks aan doen. Wat wel heel vet is, we hebben denk ik een banknoot. We hebben dat hier een banknoot van... Oh, van een miljard. Of in ieder geval 1 biljoen. Nou, dankjewel. Die claimen wij. Want die geven mensen aan. Maar ik moet zeggen, iemand had maar 100 biljoen gegeven. Hoewel ik nu inmiddels wel zo ver ben dat ik denk van... weet je, je geeft me lekker 100 biljoen. Dat zou me niet zoveel kunnen interesseren op dit moment. Want zoals je kan zien, ik koop natuurlijk nog steeds die Trapwire hooks. En je ziet hoeveel ik er inmiddels heb. Ik weet dat er heel veel mensen zijn van Duffy verkoopt ze bij mij, Duffy verkoopt ze bij mij. Er zijn mensen die kopen ze inderdaad allemaal tegenwoordig weer voor 4. Soms zelfs 4,7 tot 5 biljoen. Super chill. Dus ik ga er nog vies voor geld op maken. Maar om dat nu allemaal in deze video te gaan doen... Ik weet het niet, we doen al een aantal video's achter elkaar. En dit is gewoon iets wat ik echt gewoon continu heel veel mee bezig ben om te doen of te moeten doen, weet ik niet. Of te moeten doen, deze appels wil ik nog wel. Of te moeten doen, misschien wat overdreven, maar in ieder geval, dat moet ik allemaal nog doen. Natuurlijk heb ik ook alles hier zo'n beetje vol nog zitten. Dat geldt ook allemaal voor dit. En ook voor dit. En jullie zien hier ook een soort van een nieuw iets waar iemand zegt, Duffy, come to PvP. No, thank you. Ik ben hier namelijk mee bezig om hier een enorm groot huis te maken. Of tegelijkertijd eigenlijk een soort van... Villa shop. Het enige probleem alleen is dat ik qua ruimte niet uitkwam. Ik dacht, weet je wat, ik bouw hem hier. Dan heb ik hier nog mijn shop, die kan er nog gebruikt worden. Dat moet wel goed gaan komen. Het probleem dus echter is, nee, dat gaat niet goed komen als ik hier ga kijken. Nu kan ik natuurlijk een nieuw plot gaan kopen en hem dan of erbij gaan maken en dan hierop te gaan doen. Ga ik dus in dit geval niet doen. Wat ik ga doen is, gek genoeg ga ik gewoon hier tussendoor bouwen. Ik laat de shop staan voor zover het zeg maar kan. En daar wil ik gewoon tussendoor gaan bouwen om dan uiteindelijk een enorm epische villa te maken. Wat zo'n moderne villa als het ware. Maar tegelijkertijd wil ik daar dus ook zeg maar toch een soort van huis als het ware in maken. Maar tegelijkertijd dus ook gewoon een shop erin hebben. En dan echt een huge, maar ook echt een huge motherfucking shop. Alleen waar je ziet, ja, dit is gewoon eventjes te klein gemaakt om zo maar te zeggen. Eén nadeel is wel natuurlijk, ik heb niet iets als game mode wat dan ook. Wat natuurlijk wel heel erg overpowered te zijn, maar ik bedoel meer met... Als je hier naar het gras kapot slaan, zeg maar, dan moet ik wel echt gewoon met een schep gaan doen. Dat is wel even lastig, maar we zullen in ieder geval zien hoe en wat allemaal. Ik zal meteen hoop dat heel snel trouwens de entities worden verwijderd, want er liggen hier allemaal emmers op de grond. We gaan hem iets naar achter maken, dus. Hoewel, eigenlijk moet ik nog iets verder naar achter. Terwijl mensen ook pijlen op mij lopen te schieten, zijn je criminelen. Wat we denk ik even gaan doen. Joh, zijn je criminelen. Deze mensen, joh. Ik denk dat wij... Even onze voetjes eventjes hierin gaan stoppen. En dan even deze kist weg gaan halen. Omdat we gewoon ruim... Heb ik er trouwens nog ergens een axe in zitten? Heb ik helemaal nergens een axe? Oké, nou goed. Maakt niet zo heel veel uit eigenlijk. Ik heb wel hier. We gaan even ondertussen deze hier weghalen. Want ik zeg van... Dat kan wel. Kijk, wat mensen allemaal neerflikkeren, mensen. Deze mensen zijn echt erg bezig op het moment. En wat we ook gaan doen is toch eventjes dit. Ga dit er allemaal nog even snel uithalen dan. Cell Legendary was volgens mij toch? Ja, yep, there we go. Oké, dan pak ik dit ook nog even snel eruit. Hey, money is money, mensen. We gaan natuurlijk niet in één keer money wasten. Doe dit ook nog even weg. Hoppatee, hoppatee. Die mag weg. Oh, er komen nog wat bloks uit. Nou ja, goed, dat maakt me niet zo heel veel uit. Geldt ook snel nog eventjes dan voor dit. Doe het even snel hier zo erin, want alle beetje wat we extra kunnen pakken is natuurlijk weer gewoon mooi meegenomen. Legendary Cell. En Legendary Cell. Oh, daar gaat weer een blokje. Nou ja, hey, het zij zo. Prank, die wil ik gewoon hebben. Zo. Ja, weet je, we hebben gewoon ruimte tekort. En wat ik zeg van ja, we kunnen natuurlijk gewoon die een ander plot gaan doen. Alleen ik heb zoiets van, ik ga niet moeilijk doen om twee plots te hebben, weet ik wat allemaal. We weten om een banknoot te krijgen. Nou, dankjewel voor je banknoot. Hoppatee. Claim, instant. Deze halen we ook nog even weg zo. En dan maken we dit in eerste instantie eerst even dicht. En ja, mensen, dat is misschien lelijk of wat dan ook. Maar goed, dat maakt uiteindelijk helemaal niet uit, want we gaan het toch uiteindelijk allemaal niet zien. Dat geldt dan eigenlijk ook voor hier. Moeten we eigenlijk ook wat dingen weg gaan halen, bedenk ik. Nu. En dit is wel weer een nadeel dan. Daar heb ik natuurlijk best wel wat spullen in zitten. Maar goed, wat we natuurlijk wel even kunnen doen op zich is... Ik denk dat we op zich hier wel even snel een kist neer kunnen zetten. Hier wat stuff in kunnen droppen, want dat hebben we toch niet nodig. Iemand gewoon van plotten. En oh, die rent daar bovenop. Oké. Okay. Dit moet toch allemaal... Wat zijn dit? Oh, ik heb nog steeds voting kiezen. Dit moet eigenlijk gewoon even allemaal snel gaan verplaatsen. Want, yo,
We hebben gewoon meer ruimte voor nodig. Maar je ziet de mensen inmiddels. De struggle die ik op dit moment heb met alle spullen die ik zeg maar heb, qua tools en alles. Het is werkelijk maar verschrikkelijk. Kappa. Nee, ik vind het helemaal niet erg dat ik al die shit heb. Alleen dus als je maar zoiets gaat doen wat ik nu ga doen, is wel lastig. En nogmaals, nee, ik ga niet een nieuw plot openen om daar uiteindelijk mijn shop op te gaan maken. Ik houd het gewoon lekker bij één plot. Ik houd het op mijn main plot. Ik moet alleen eventjes daarvoor hier en daar een klein beetje de boel opruimen, wat ruimte gaan maken. Want we hebben gewoon zo erg veel troep wat dat betreft. Dat komt anders gewoon niet goed. Zeker deze keer ga ik dan ook niet alles pakken hoor. Ik ga hier alleen maar de goede spullen uitpakken die ik zeg maar wil gaan hergebruiken. En de rest doe ik gewoon lekker weg. Dus het is zo van, ik kijk hier even in van, oké, heb ik hier iets uit nodig? Dit heb ik bijvoorbeeld nodig. Ik zet ook nog voting keys in, nice. Dit heb ik nodig omdat ik hier natuurlijk mee ga bouwen. Maar voor de rest flikker ik de rest gewoon weg. Ik ga het gewoon kapot maken en dan laat ik gewoon als het begon flikkeren. En dat boeit me dan niet zoveel. Dit houden we hier nog wel even netjes in, want ja, dit hoort hier gewoon even bij. Dit is even mijn, I don't know, mijn Gucci kist of zoiets, weet ik veel. En voor de, oh, hier ligt nog weer een banknoot, dankjewel. Hoeveel is het? Really, je gaat mijn banknoot van 1 geven, grap. Je gaat mijn banknoot van 1 geven, gaat toch weg, man. Wat moet ik daarmee? Dan heb je nog wat gauwappels, wat eten kan handig zijn. Hoewel, ik denk dat het nodig is. Voor de rest, hier zit niks boeiends in. En hier zitten voor de rest allemaal nog botters natuurlijk in. Alleen, en 8 beacons. Wait a second, die dingen. Mensen, wacht eventjes. Beacons, die zijn toch iets van 100 bil waard of zo? Right? Correct me if I'm wrong, maar zoiets, dacht ik. Zo ja, wie koopt die dingen, kappa? Ik heb ze. Te koop. Zit hier verder nog iets boeiends in? Ja, dat nog wel. Shit, oké, we gaan deze ook weghalen. We gaan deze weghalen. En dit weghalen. Oh, er liggen een diamond boots tussen. Pech. En ook al die bottles, pech. We halen wel dit hier nog even uit. Dit halen we ook nog even uit. Dit is nog legendary gear. En voor de rest zit hier eigenlijk niks nuttigs in. Dit mag ook gewoon weg. En beter gaat zometeen heel snel de grond dan ook eventjes weer schoon worden gemaakt, om zo maar te zeggen. Want dan hebben we daar in ieder geval geen last meer van. Maar voor nu, het ligt er lekker. Dit houden we hier nog even erbij in. Halen we dit toch maar weer eruit. Zo. Oké, dan. Dan houden we dit allemaal hier erbij in. Want we moeten toch ergens het kwijt. En dan kunnen we door. Denk ik dan maar. Heb ik geen fly meer? Jawel, ik wou het zeggen. Oké. Staat hier ergens al eigenlijk al iets van wanneer de grond weer gekleerd gaat worden? Voor mij is het elke minuut of zoiets, toch? Nou ja, goed. We gaan ondertussen wel even vast een begin maken met het bouwen. Durf je te liggen banknotes? Ja, dat geloof ik graag. Maar ik kan niet om banknotes overal maar continu terugrennen van banknote, monies. Ik maak op dit moment. Wait a second. Wie heeft mij zoveel geld gegeven? Serieus. Of heb ik banknotes geclaimd die zoveel waard waren? Nee, toch? Nee, ik weet niet eens. Maar ik heb niet eens in de chat erop gelet hoeveel het is. En ik weet ook niet eens hoe ik eraan ben gekomen wat dat betreft. Dus het wordt heel erg lastig om daarmee bezig te gaan. Alleen voor de mensen die naar mijn video's kijken. Het enige wat ik aan jullie kan zeggen is, mensen, geloof me, je hoeft me geen geld te geven in-game. Ik heb. Hoe maak jij die kwartblok hiervan? Zo? Oh. Hoe maak je dat dan? Wait a sec. Oh, zo gewoon. Je hoeft me dus geen geld in-game te geven. Ik bedoel, ik verdien genoeg geld in-game om mijn eigen boontjes te doppen. Om zo maar te zeggen. Maar goed, als je het toch doet, ja, dan doe je het lekker wel. Ja, ik ga natuurlijk niet zeggen van, ja, je mag het niet doen. Dat ga ik dan niet meer zeggen. Want mensen doen het dan juist natuurlijk expres. Maar laat ik zo zeggen, mensen, het is niet nodig, oké? Het is absoluut niet nodig om dat soort dingen te doen. We zijn hier ondertussen gewoon lekker rustig bezig met het maken dus van onze villa shop, om zo maar te zeggen. En zometeen zal natuurlijk dan de grond weggaan. En dan hebben we er helemaal geen last meer van. Dit kan daar nog zo, I guess. Ja. Ik moet deze even weg, zo. Dan wordt nu wel het probleem dat we eigenlijk hier moeten gaan graven zometeen in de grond. Maar daar heb ik dus op dit moment absoluut even geen zin in. Dus we waren denk ik eerst bezig met het maken van de pilaren. Maar daarvoor moeten we wel weer eventjes onze andere clay hebben. Ik dacht dat ik dat nog had. Nou goed, dat ligt ergens hier op de grond dan. Gaan we gewoon lekker naar de shop. Dat is natuurlijk een makkelijke er wel aan. Dat je hier een shop hebt dat je gewoon alles kan kopen. En we kopen stained clay. Hop, confirm. There we go. Mensen hebben zoiets van, oh, tuf, dat is duur. Nee hoor, kappa. Ik bouw eventjes deze toren die ik hiervoor heb. Zeg maar, bouw ik eerst even na. Daarvoor kunnen we door. Natuurlijk, die andere toren moet ik ook nog zien af te breken, om zo maar te zeggen. Maar ja, weet je. Het kan gewoon nu even niet anders. Dan komt dit er bovenop. Zo. There we go. Trouwens, voor de mensen afvragen, duf, hoe gaat het een beetje eruit zien? Misschien mocht je dat willen weten. Misschien heb ik het al wel gezegd, misschien ook wel niet. Het gaat zo'n moderne villa worden, om zo maar te zeggen. Dus zo'n best wel mooi wit strak huis met van alles erop en eraan. Een zwembad, alles ga ik ook gewoon erbij maken. En natuurlijk met name natuurlijk komt er ergens een aftakking naar een shop toe. En in die shop kan je natuurlijk dan letterlijk, ik weet niet of ik alles ga doen in de zin van, of ik ook echt zin heb om dingen erin te zetten als redstone en shit. Maar ik zal daarna gaan kijken wat allemaal. Goed, dit komt 2 hoog. Zo, en dan komt hier
eentje. Oh, dat gaat op die manier weer niet lukken. Maar kunnen we dat dan eventjes zo doen? Ja, en dan moeten we deze weghalen. Er is natuurlijk altijd een nadeel aan die dingen, maar goed. Dan komt dit zo. Oké, dan gaat die onderste weg. En dan komt daar weer eentje de... Oh, damn. Dan gaat dat gebeuren weer. Zo. En die kan dan zo. Oh, wait. Nou klopt er iets niet. Ik heb hem ergens te hoog gemaakt of iets. Daar klopt die. Oké, dan gaat die 2. Dat klopt. Dan gaat die 1. Dan gaat die 2. Klopt het verhoogd? Ja, dat klopt. En dan gaat hij hier... Wait a second. What? Oh, kijk aan. Ik heb deze toren verkeerd staan. Well, that makes sense. Ik denk al van, what the fuck? Maar ik heb de toren letterlijk 1 verkeerd staan. Dat is very nice. Deze moet namelijk... Oh, zo, right? Klopt dit beter dan? Juist, ja, zo klopt. Je ziet maar weer mensen die dan gewoon niet eens meer uitkomen als ik het op een bepaalde manier doe. Ik weet dus ook niet waarom al die mensen hier staan. Voor de mensen die hier afvragen. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ze hier doen. Waarom ze hun tijd hier aan het verspillen zijn. Moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar... Nogmaals, ik heb werkelijk maar geen idee hoe, wat en waarom. Maar, ja. Je mag er gerust staan, weet je. Ik bedoel, ik doe er niet al te moeilijk over. Maar in die tussentijd kon je ook misschien wel een rankje up gaan of iets. Maar, ja, als je liever hier staat, doe je ding. Doe je donge. Dit komt dan... Oh, nee. Oh, weg. Dit vullen we dan even zo op. Oké. En dan nu is de vraag... Oh, wait a second. Waarom viel ik bijna? En we zien weer dat we geld van zo hebben gekregen van Sammy. Ja, dankjewel, I guess, maar niet nodig. Klopt het dan nu wel? Klopt dit dan nu wel, is de vraag. Ik denk het nu voor zo'n beetje wel. Dan komt dit dus helemaal hier zo bovenop, zo. Dan komt dit... Wait a second. Zo, maar dit moet allemaal één erbovenop. Zo, en zo, zo, zo. En dan... Nee, wait, what? Mensen, ik ben nu... Ik probeer hem dus nu eigenlijk na te bouwen. Alleen het gaat dus nu gewoon helemaal fout. Ik kan hem gewoon niet eens nabouwen. Gewoon de eerste keer dat ik het ging doen, ging het gewoon perfect. En dan nu gaat het gewoon... Het gaat fout. Het gaat gewoon fout. Maar hoe kan ik dan... Dat wel voor elkaar fixen, maar dat hier niet? Wait, what? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dus dat moet hij... Dan gaat hij dus hier al 1 naar beneden toe. En dan moet hij dus uiteindelijk hier uitkomen. Zo. En dan gaat hij dus... Uit hier 1, 2. Hier zitten er 3 aan. Dus zo moet hij dan. Kijk. En dan moeten we dit nu eventjes normaal gaan invullen. Want nou klopt dit ook allemaal. Even kijken. Want dit moet dan zo. Dan komt deze zo. En dan... Oh, shit. Mensen, welkom bij douwen. Welkom bij bouwen met Duffy. Waarbij alles gewoon helemaal volgens plan gaat. Kappa. Zo. En dan komt dit daar. Juist. En dan kunnen we dit nu... Wait, what? Nee. Wat? Jij moet weg. Dat geldt ook voor jou. Zo. En dan komt dit zo. Oh. Damn it. Oh my fucking god. Dan komt dit dus zo. En dan komt dit zo. Maar dit moet wel worden opgevuld. Dit moet 1 erboven uitsteken. Geldt ook voor die. Geldt ook voor die. Dat geldt ook weer voor die. Wait, what? Nou, zo kan hij op zich ook wel. Fuck it, we doen hem gewoon lekker zo. Ik vind het goed genoeg. Dit is in ieder geval de... Dit wordt zeg maar in ieder geval de walk-in. Dus als je zeg maar hier bent, kom je via hier naar binnen gaan lopen. We hebben dat in ieder geval wel weer weten te fixen. Niet helemaal volgens plan. Niet helemaal zonder een of andere... Zonder slag of stoot. Maar het is in ieder geval wel gelukt. En daar gaat het uiteindelijk om. Dan kunnen we dit ding ondertussen alweer weg gaan halen. Want ja, dit heb ik gemaakt. Alleen, het was dus iets te ver hier naartoe. Want zoals je ook wel licht kan zien... dit was natuurlijk eigenlijk de bedoeling. Hier kon je dan nog lopen. Hier zijn maar ramen allemaal. En dan komt hierachter dus nog heel de gebeuren. Alleen toen ik dit zag, dacht ik van... Wait a second. Dit is gewoon te klein. Dus vandaar dat ik zei van... Dit moet weg. We moeten verder naar achter gaan. En alles erop en eraan. Voor de mensen die zich afvragen. Ja, natuurlijk ga ik hier offscreen nog flink hard mee door. En flink aan bouwen en alles erop en eraan. Ook met het geld wat nou. Ik ga nog even natuurlijk die voting keys allemaal verkopen. De shop weer leegmaken. Tegelijkertijd dat ik hier natuurlijk aan het... Ik noem het maar even zeg. Verbouwen ben. Zorg ik wel natuurlijk gewoon dat de boel open blijft. Om zo maar te zeggen. Maar ja, het kan nog wel hier en daar eens eventjes lastig gaan worden. Is ook gewoon, ja, weet je, fuck, ik doe het gewoon maar zo dan. Hoppatee. Het kan in ieder geval nog wel even lastig gaan worden hoe wat allemaal. Maar het komt in ieder geval wel goed. En ik blijf het zeggen, mensen. Mocht jij in de game zijn en je hebt van, ik ga Duffy geld geven. Het hoeft absoluut niet. Oké, het hoeft absoluut niet. Dus ja, maar goed, als je het wel doet, dan ja. Wat kan ik er tegen doen? Niet zoveel. Jij kan terug blijven storten, maar mensen blijven dan toch wel doorgaan. Wat ik dan moet zorgen dat dit pad daar uiteindelijk gaat komen. Zelf moet ik hier ook weer een stuk van de... kist natuurlijk uiteindelijk wel weghalen, maar goed. Dat is op zich niet zo heel erg groot probleem. Want ik zorg gewoon natuurlijk dat ik de boel ga omleiden allemaal wat dat betreft. Want wat ik zei, ik wil wel gewoon via de shop geld blijven verdienen. Dat is gewoon super makkelijk. Alleen we zullen gewoon hier en daar moeten kijken hoe wat allemaal.
Maar dat komt allemaal goed. We gaan hier dus een enorm grote shop, villa, huis, living room, alles erop en eraan maken. Want ik vond het tijd dat we eens een keertje wat de moois mee gingen doen. We waren natuurlijk behoorlijk lang bezig met alleen maar dingen te verkopen, noem het allemaal maar op. Oh, dit zijn de verkeerde. We waren natuurlijk heel erg lang bezig met dingen alleen maar te verkopen, wat dan ook. Ik kan niet zeggen dat ik dat niet leuk vond. Ik bedoel, we hebben kapot veel geld verdiend eraan. Alleen, het is ook soms tijd om door te gaan, natuurlijk. Dit kunnen we ondertussen wel tot en met hier, denk ik, doen. Dat nodigt dan toch wat meer uit om hier naartoe te komen. Zo, doe deze daar en deze daar. Ze staan zo dichtbij. We kunnen bijna Duffy aanraken. We zijn allemaal zo dichtbij. Maar net niet. Oh, wauw. We maken dit nog even zo. Hopen dit gaat namelijk het pad worden. En nee, de pad is niet te lang, want ja, we moeten natuurlijk deze kant op gaan. Alleen hier komt ik uiteindelijk ergens ook nog een ingang. Dus vandaar dat ik het ook meteen een stukje door trek, om zo maar te zeggen. En dit moet vervolgens 15 deze kant. Je ziet hier ook al mensen natuurlijk. Hè. Hier heb ik al deze kisten nog die allemaal nog vol. Oh shit, die allemaal nog vol zitten. Die ik allemaal nog moet verkopen. Maar dat komt allemaal wel. Gaan we allemaal doen. Ik ga hier voor je lekker mee door. Ik ga shit verkopen. En door. Mocht je natuurlijk uiteindelijk dus je boel kwijt willen hebben. Dus je fotokies, wat dan ook. Ik ga hier weer een shop opzetten. Kom waarschijnlijk hierbij te staan, wat dan ook. Of hier bij de muur. Verkoop lekker je votingkies hier bij mij. En dan moet voor de rest allemaal goed gaan komen. En dan zie ik jullie lekker volgende week weer. Voor nu mensen, enorm bedankt voor het kijken. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Duffy meer. Ook dat natuurlijk ook. En mensen, tot de volgende keer.